De generatie van Hanegem-Cruijff zet het onbeduidende voetballandje Nederland op de wereldkaart. Na de hervatting begon Feyenoord een geweldig offensief. En het was Van Hanegem die zijn club in de volgende ronde bracht. Als jochie van 5 heb ik ooit een speltje gekregen van mijn opa. En die zei tegen mij, de beste speler ter wereld speelt bij de beste club ter wereld. Dat is Willem van Hanegem, die speelt bij Feyenoord. Mijn opa is er vrij daarna snel overleden. En dat speltje heb ik altijd bewaard. Altijd op mijn prikbord gedaan. En 20 jaar later mocht ik met Willem bij Sport 7 werken. En toen namen we afscheid met z'n allen. Hebben we een bord volgeschreven met allemaal spreuken. En toen had ik opgeschreven, Willem bedankt ook namens mijn opa. Toen vroeg hij later, zei, gozer, waar slaat dat op? Ik zei, laat me zitten, hier allemaal onzin. Hij zei, nee, dat wil ik weten. Ja, dan vertelde ik het verhaal van het speltje. En dan schiet Willem meer vol dan ik op dat moment vol schiet. Ik word er een beetje onhandig van. En hij zegt, gozer, waarom heb je hem dat niet eerder verteld? Dat is toch een prachtig verhaal. Ja, gedoe allemaal en zo. Wat zegt dat over Willem van Hanegem? Ja, dat het op zich een heel puur mens is van binnen dan op zo'n moment. Dan is opeens al dat stoere, al dat masker, al die afstand, al dat nukkig is opeens verdwenen dan. Bij het Gouden Feyenoord wordt Van Hanegem gecoacht door Ernst Happel. De wat mysterieuze Oostenrijker die net zoveel in de kroeg zit als hij op het veld staat. Wat voor man moet Ernst Happel zijn geweest? Een beetje Willem. Als je binnenkwam, dan werd het stil. Kein gelul, hè? Kein gelul, zei hij altijd. Geen gelulp. Nee, hij zei nooit wat. Hij zei nooit wat. Die spelers vragen van, wat maakte die man nou zo goed? Ik krijg geen antwoord. Wat deed hij dan voor de wedstrijd? Geen antwoord. Wat deed hij in de rust? Maar ja, alles wat hij zei was goed. Hoe trainde hij dan? Was dat bijzonder wel? Nee. Hij zei niks, alleen men dat je niet goed presteerde, dan of je lag eruit, of hij schonk ook geen aandacht aan je. En dat is typisch ook een eigenschap van Willem. Hoe zou die band zijn geweest tussen Willem van Hanegem en Ernst Happel? Die is heel goed geweest. Is dat vader-zoon geweest, denk je? Ja, misschien zelfs wel meer. Ernst Happel was net zoals Willem streetwise. En Ernst Happel die trok altijd de verdette voor, want hij bleef bevriend met de verdette, want dat waren de spelers die voor hem de wedstrijden wonnen en die van hem een grote trainer maakten. Dus bij Feyenoord had Willem het helemaal voor het zeggen. In 1970 is Feyenoord de eerste Nederlandse club die de Europa Cup wint. Het is ongelooflijk wat daar gebeurde. Met dit doelpunt veroverde Feyenoord de Europa Cup. Maar de grote man was toch wel Wim van Hanegem. Ja, Van Hanegem, dat draaide het hele elftal om. Een elftal dat echt meedogenloos kon spelen. In een keihard elftal vormen Rinus Israël en Theo Lazaroms het harde verdedigingsduo. Die verboden gewoon een aanvaller van de tegenpartij om in het strafschopgebied te komen. En als hij het toch deed, was het op eigen risico. De anekdote was dat je beter van Oost-Duitsland naar West-Duitsland kon proberen te vluchten. Als dat je langs Rinus Israël en Theo Lazaroms kwam. Daarmee heeft Feyenoord voor zichzelf en voor het Nederlandse voetbal grote roem vergaard. Een dag later stond ik op de Kool Single. Rotterdam was natuurlijk helemaal krankzinnig. De spelers verschijnen op het balkon van het stadhuis. 6 mei 1970. Ja, dat is bij iedereen in het bolletje. En dat, bevroren herinnering. Ja. Maar dat is ook opvallend. Nou zie je Van Hanegem niet op de voorgrond. Willem is niet zo van het feestgedruis en van de massahysterie. De cultheld is geboren. Wim van Hanegem, publiek bezit. Het geldt trouwens ook voor zijn vrouw, Truus. Ja, dat is dat huis in Leerdam, of Leerbroek. Willem! En ja, dat was net een kinderboerderij, hè? Ik heb nog nooit een gezin gezien waar zoveel mensen altijd over de vloer kwamen, waar iedereen mee had, waar je kon blijven slapen. Als er een speler in het team bij Willem problemen had, dan werd hij geadopteerd als stiefzoon. Dat kon allemaal. En als je dan in de tuin kwam, daar waren schapen, daar waren paarden. Veel honden ook, hè? Crossmotoren. 5 van die honden die aan je kruis snuffelden. Gezellig. Ik kwam daar graag. Ja, iedereen zat er later ook. André Hazes zat heel vaak 's nachts Pac-Man te spelen, vertelde hij. En dan werden ze 's ochtends wakker. Dan lag André Hazes nog in een stoel te slapen. De Pac-Man was nog steeds op televisie bezig. De eerste bekende spelerschap was in mijn ogen Truus van Hanegem.
wat Estelle Gullit en Sylvie Meijs nu zijn, was zij in die tijd. Ja, Truus en Willem, Willem en Truus, dat was een twee-eenheid. Zoals je ziet, de Van Hanegems waren trendsetters, want die... Ja, die hadden eigenlijk toen al een docu-soap, hè? Want iedereen die kon daar ook met de camera naar binnen. Alles was toegestaan. Fijn het kostuum. Nou ja, Colbert. Succes. Nederland leert Willem kennen als de meester van het understatement. Een Willem van Oranje, zonder poeha. Wel erin gebracht dat, dat er een beetje ontspanning was eigenlijk met het Wilhelmus. Meestal zie je dan allemaal die strakke gezichten. Nou, voor het laatst ging Suurby meedoen. Neeskes, nou, dan hadden we Jansen, was zo groot, dus die was weer voor de lage tonen. Nou, en dan begonnen we en dan was het 4-5 regels en dan maakte hij er mezelf iets van. Dan zong je en nu weten we het niet meer, weet je niet. En dan ging je zo nog even verder. En dan... Nou, dit is een hele nette versie van de werkelijkheid. Veel is relatief, behalve Duitsland. 1974 het WK, de verloren finale. Cruijff en Van Hanegem trappen af. Hier staan de twee beste gewoon bij elkaar die we hebben gehad. Absolute toppers. En als je er dan zo twee in je elftal hebt, nou dan heb je natuurlijk dan heb je de hoofdprijs eigenlijk. En die Duitsers pakten dat af. En dat was de aftrap. Dus de verschrikkelijkste voetbaldag is natuurlijk 1974 tegen Duitsland geweest. Suurbier. Hij heeft natuurlijk als kind al die verhalen gehoord over het bombardement in Breskens en wat dat voor de familie betekend heeft. En er is een soort haat in gebakken. Rijsbergen. Een duidelijke intimidatiepoging van Nederland. Zo lang de bal in bezit, dat is geloof ik al de zevende paas. Die middag wou ik ze wel proberen toch neer te zetten. En dat denk ik heb ons... Bedoel je met neerzetten vernederen? Ja. Ja, nou, dat zeg jij dan. Dat ik nou een beetje netjes ben. Toch heb dat ons die wedstrijd gekost. Die revanche die hij in zijn hoofd had, die is doorgeslagen in die finale tegen Duitsland, want daar is niks van terechtgekomen. Ik wilde ze vernederen, zegt hij. Ja, dat kon Willem ook. Hè. Willem die had zo'n personality, die kon van iemand winnen, maar die kon in het veld ook nog iemand voor lul zetten. En met de bal, en met zijn gedrag. En dat wou hij met heel Duitsland doen daar? Nou, dat wilde hij natuurlijk op een podium, een ideaal podium, want de hele wereld keek toe. Wilde hij dat met Duitsland doen? En ja, dat lukte die dag net niet. Hoe erg was dat voor hem? Ik denk dat hij daar behoorlijk van wakker gelegen heeft. Want daar had hij zich natuurlijk al tijden op verheugd. Die teringmoffen, die zet ik voor lul in de finale in hun eigen huis. Dat is hetgeen wat je graag wou. Je wou niet alleen winnen, je wou ze ook piepelen, in de hoek zitten. Ja, ja. Daar had ik alles voor over in wezen. Zonder dat er een Duitser aan de bal is geweest. Kruijf. En inderdaad heeft hij volgens mij de Kruijf gaat alleen door, wordt neergelegd. En het is een penalty in de eerste minuut. Ja! Geweldig, en tegelijkertijd verschrikkelijk. Bij het grote publiek wordt de figuur van Hanegem zelfs populairder dan Johan Cruijff. Een imago dat hij trouwens zorgvuldig koestert. Zit er ook berekening bij, of niet? Ja, niets menselijks is Willem vreemd, hè? Als er een voetballer acteur moet worden, dan is Van Hanegem, dat zou de beste acteur van alle voetballers zijn. Nou, hij zo laat acteur ook, hij laat stiltes vallen. Als hij geen antwoord wilde geven, of het antwoord wat hij moest geven, of de vraag beviel hem niet, dan kijkt hij altijd heel lang, kijkt hij de mensen aan.
Ja, het is een hele aparte persoonlijkheid. Maar je zegt acteur. Willem acteert veel natuurlijk, daar is geen discussie over. Bij salarisonderhandelingen met Feyenoord gebruiken Willem en Truus de media. Ze hebben voor het eind van de competitie mij een nieuw contract aangeboden. En dat was 75.000 gulden. Dat is natuurlijk niet weinig, maar dat was dus al in. Dat was plus premies, plus vakantiegeld, plus vriendschappelijke wedstrijden, plus UEFA Cup. Ja, er zijn nu spelers die verdienen 250.000 euro per week. Maar ja, ik zeg dus, voor ons telt op het ogenblik alleen maar het verdienen. Truus was niet echt verlegen, hoor. Waar hij het meeste kan verdienen als dat Feyenoord is, nou ja, dan graag hier. Dat vind ik eigenlijk wel treurig, hoor, aan Van Hanegem. Die heeft het later allemaal als trainer weer opnieuw moeten verdienen. Maar gelet op de kwaliteiten die hij had, en zeker als je het in deze tijd afzet, zou de man natuurlijk multimiljonair moeten zijn. Waar zou het liefst voetballen? Bij Feyenoord, in Parijs of in Valencia? Ja. Dan vragen we wat. Hij wilde echt bij Feyenoord blijven in die tijd, hoor. Toen Willem stopte met voetballen, had hij geen cent. Nou, kon jij ooit voor 700.000 gulden naar Frankrijk, hè? Je hebt dat niet gedaan. Hoe heb je die beslissing genomen? Nou, die heb ik niet genomen. Die heb de hond genomen. Nee, maar, ja. Hij kon niet praten. Dus. Hij weet echt precies het publiek te bespelen, hoor. Hij was de beslissende stem. En als hij blafte, dan ging het niet door. Hij weet wat goed valt bij de mensen. En dan moet ik wel zeggen, daar heeft hij niet over nagedacht. Dat komt wel spontaan bij hem, heb ik het idee. Nou, dat deed het natuurlijk geweldig. De hond besliste of hij wel of niet naar het buitenland. Maar u gelooft het niet? Nee. Zo is het niet gegaan? Nee. Ik denk dat de hond gedaan heeft wat Willem wilde. Laten we het daarop houden. Maar ik denk, voor alle risico uit de weg te nemen, zeg ik poesjes. Uit de blafte die in. Willem die is zich zeer bewust wat hij op een bepaald moment moet zeggen en wat hij niet moet zeggen. Ja, en zijn zwakke punt is en blijft zijn sentimentele karakter. Want als je hem op een gevoelige snaar raakt, ja, dan breekt hij. Dat is die kwetsbaarheid, daar houden mensen ook van. Hè? De stoere Van Hanegem, die wedstrijden wint en die scheid aan de hele wereld heeft. En het gaat over jonge poesjes en hij kan in huilen uitbarsten.